Goedenavond, Lindsay. We staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2019. Stel jezelf even kort voor, alsjeblieft. Mijn naam is Lindsay, ik ben 26 jaar. Ik woon in Zemst. Ik heb mijn eigen salon, LV Beauty, en ook een webshop. Voor de rest werk ik ook nog in hoofdberoep in een schoonheidssalon. En jouw webshop, wat is jouw webshop dan? LVBeauty.be en daar verkoop ik van alle accessoires, ook nagellakjes, mascara, alle leuke hebben dingetjes voor een vrouw. Amai, leuk. En jouw eigen salon, en ben je in iets gespecialiseerd en waar is jouw salon gelegen? Mijn salon is gelegen in Heffen. Ik ben vooral gespecialiseerd in medische pedicure, shellnagels en make-up. En wat doe je persoonlijk het liefste? Toch de make-up, omdat je daar heel artistiek in kunt zijn. En wat zou je graag, wat wil je het meeste gaan bijleren of het meeste overleren eigenlijk tijdens de verkiezing? Toch eigenlijk over huidverbetering, omdat daar heel veel vraag naar is om littekens weg te werken of pigmentvlekken. En ben je daar momenteel al mee bezig, jouw salon ook? Ik ben gestart met een nieuwe lijn. Die heeft dan ook een dermanorler. Daar kun je ook eigenlijk dieper mee in de huid inwerken. Oké, okay, leuk. En wat doe je voor de rest in jouw dagelijkse leven? Heb je nog hobby's? Of? Mijn hobby, dat zou je niet zeggen, maar ik rijd met een motorfiets. Oh, amai, ja. Ik rijd ook op circuit. Ja, amai, dat is heel boeiend. En vanwaar jouw deelname aan de misverkiezing? Ik zou eigenlijk de dames bij elkaar willen brengen tegen de afschaffing van de vestigingswet. Omdat ik het niet vind kunnen dat je zomaar eelt kan wegsnijden zonder vakkennis te tonen. Ja. Dus je vindt eigenlijk wel heel belangrijk dat je echt een goede kennis hebt. En zeker als ambassadrice is dat ook heel erg belangrijk om de juiste kennis te hebben. Wist je dat er een examen is over de sector? Ja, klopt. Ik heb ervan gehoord. Dat ga je nog zien op reis natuurlijk, hoe dat allemaal bevalt. Waar kijk je het meeste naar uit? Om de dames te leren kennen, vooral voor de workshops die we gaan krijgen, omdat ik dan heel veel ga bijleren en om contacten te leggen. Oké, okay, super, dankjewel. En nog een fijne avond en veel succes natuurlijk met je avontuur. Voor u ook.